Ik speelde vroeger nooit meer racing games dan Mario Kart. Maar sinds de release van F1 23 ben ik helemaal verslaafd geworden aan simrace. Ik mocht een stuurtje lenen en heb zelfs daarna mijn eigen stuurtje kunnen kopen dankzij donaties op livestreams. En nu heb ik zelfs een hele eigen simrig waar ik zo ontzettend blij mee ben. Hashtag gekregen. Aan het begin was ik echt verschrikkelijk. Ik kon niet eens zonder assist rijden en ik zat meerdere secondes van het wereldrecord af in time trial. En nu nog steeds, volgens mij 1 of 2 seconden vaak. Maar op een dag kreeg ik een invite voor een league voor alleen creators. Het heet de Creator Series. Met de main man Hayden Gullis. En heel veel anderen, heel veel Britten, maar ook ik. En wij gingen racen in Formule 2 auto's. Iets waar ik compleet niet bekend mee was. Compleet buiten mijn comfortzone. En nu moet ik opeens in een league elke week gaan racen voor punten. En dit is hoe dat ging. Mijn eerste race was in China en we begonnen meteen met een reverse grid sprint race. Het weekend zat namelijk zo in elkaar, je had eerst een reverse grid sprint, daarna one shot qualifying en daarna een feature race. Dus dat zijn 2 races die je doet die allebei best wel kort zijn. Volgens mij de eerste is 12 rondes op China en daarna iets van 15. In deze video gaan we dus het hele seizoen doornemen en zal ik dus alleen de highlights laten zien, waaronder deze opening lap waar je iedereen ziet struggelen en waar ik ook een klein beetje gebots krijg. Mijn hele doel voor de race was dus ook om geen crashes of ongelukken te veroorzaken. Ik wilde gewoon heel clean blijven racen, want er is geen VIA die penalties kan weghalen als je die van de game krijgt, maar je krijgt ook geen penalty als je iets fout doet per se, behalve gewoon heel veel gezeik. Want iedereen die hier race is aan het livestreamen en als er iemand boos wordt, dan kan je wel eens een community achter je aankrijgen. Dus ja, ik wilde vooral echt geen gezeik over me heen krijgen. Vooral niet in mijn eerste race. Later dit seizoen zie je me misschien wat meer experimenteren als ik ook iets comfortabeler ben met de auto. Hier zit ik in ieder geval achter GoSwish. Ik weet nog steeds niet hoe ik zijn naam uit moet spreken, maar hij nam hier niet een hele lekkere lijn. En dat gaf ons de kans om eindelijk onze eerste move te maken van het seizoen. Verder had ik voor China niet heel veel om te laten zien. Ook een klein beetje omdat de microfoonkwaliteit van de opname echt super bagger was. Maar ik wilde deze echt heel graag laten zien, want het is mijn eerste switchback op F1 Alex. Kleine spoiler, whoops, sorry. Maar ik was extra trots op deze omdat ik dus met traction control reed. Die gaat na deze race uit, maar alsnog heb ik hem kunnen laten stikken. Ik bleef met Alex battelen tot aan de laatste lap. En hier zie je weer die hairpin. Ik probeer weer de switchback, maar deze keer valt hij er niet voor. Hij gaat iets langzamer, defend daardoor ook wat goed. Ik tik hem rustig aan, waardoor ik mijn snelheid verpest. En dan kom ik achter hem te zitten. Natuurlijk in die laatste bocht geen kans meer om iets te doen. Mijn banden waren helemaal weg, want ik ben nog niet heel goed de tire manager hier. En door mijn penalty word ik uiteindelijk 11e in de sprintrace. Dat is buiten punten, want de top 8 krijgt maar punten. Ik ben heel slecht in one-shot qualifying en daardoor ben ik 13e gestart in de feature race. Maar hier laat ik het echte beest zien, want ik ben blijkbaar heel goed in race pace. Gewoon raw race pace. Hoe slechter de banden, hoe beter ik er blijkbaar uitkom vergeleken met de rest. Wat dus best wel een nice skill is om te hebben. Maar ook de opening lap was erg lekker. Natuurlijk begon ik P13. Ik probeer mijn weg een beetje te vinden. Natuurlijk geen collisions proberen te maken, al had ik Jess een beetje aangetikt. Jess zul je nog vaker tegenkomen. Je zal waarschijnlijk een paar namen gaan herkennen. Voor de volgende race ook zeker Adam Sanderson, die hier voor me rijdt, even goed onthouden. Want daar gaat ook nog wat leuks mee gebeuren, terwijl die van de baan afgaat. Ik heb het al een tijdje niet meer gezien. Ik commenteer dit live. Maar zoals je ziet, in P9 moet ik nu nog wel even vast blijven houden. Want ik zit hier natuurlijk aan de buitenkant van iemand. En iemand zit naast mij. Dat is Jorge Sincerely, maar we hebben een iets betere exit. En hier kunnen we hem ook laten plakken. En dat is erg nice. Ik wil even zeggen dat ondanks dat deze race misschien vrij cleaner uitziet, de race standards zijn niet heel ziek. Zoals je ziet, kleine collision. Ik sta nu 6e, maar uiteindelijk verlies ik die posities toch weer. En het einde van de race was eigenlijk best wel saai. Dus ik knip gewoon lekker naar het einde. We komen over de lijn als P8. Dus we hebben onze eerste punten. De top 15 krijgt punten in deze serie. Dan gaan we naar Baku. Race 2, een week later. Ik ben iets comfortabeler met de auto. Ik voelde me ook best wel goed op het circuit. Maar voor de race was ik erg zenuwachtig. Want de race standards nogmaals zijn niet super goed. En er zijn nu heel veel muren dichtbij de weg. Je hoort mij al zeggen, don't get damage. Nou, en of ik damage krijg, een klein beetje frontwing damage, kan natuurlijk erger. Mensen vluchten over de pitlane exit en weet ik het allemaal wat. Maar we staan wel
P6 in de reverse grid sprint, terwijl we P8 waren begonnen. Nou, nu twee bochten gehad te hebben, had ik het idee, waarschijnlijk gaat deze volgende bocht ook niet zo goed, dus ik blijf een beetje terughouden. Iedereen slamt in elkaar aan de rechterkant. Ik kom een beetje vast te zitten achter Alex. En daardoor vliegen er wat auto's langs. Maar je verwacht het waarschijnlijk wel, wat debris op de weg. En daardoor een safety car, terwijl er nog meer carnage gebeurt. Dit is een beetje het thema van de hele sprint, want het zijn alleen maar safety cars. Virtual safety car in ieder geval ending. En nu zitten we achter Matt Amis, die waarschijnlijk damage had, want hij reed niet heel erg door. Vermoedelijk wat frontwing damage, lijkt me meer dan logisch als je net de carnage hebt gezien. Ik was heel erg bezig met hoe die Piet afweren, maar zoals je op de minimap misschien kan zien, Mikey Slicks is out of the session. En er is meteen een safety car. Oh mijn god. Dus ik dacht, weet je wat, ik ga wat riskants proberen. Gewoon om het iets op te spicen. Ik ga de pit in, mijn frontwing repairen hopelijk. En ik die hier op zoek ben naar waar de pit limiter moet zijn. Want je hebt geen pit assist hier. Wat was die melding? En ik dacht, ik ga op de supersofts. Kijken of ik daarmee een beetje terug kan rijden. Want waarschijnlijk gaan we niet zo heel veel laps aan normale racing krijgen. Wat ik alleen zwaar onderschatte was de tire wear van supersoft. Je ziet al 12% bij de safety car restart. Wat natuurlijk wel een paar laps heeft gekost. Maar goed, safety car restart. We kwamen niet lekker weg achter Persia aan. Maar gelukkig maakte dat niet heel veel uit, want iedereen was aan het battelen daar. Je ziet ook Yours Sincerely, die houdt hem lekker tegen. En ik kan er daardoor een klein beetje langs gliepen. Moet natuurlijk wel op tijd remmen, maar Persia hield wel keurig in, waardoor we er toch wel langs kunnen komen. Wat een move! Supersoft, what the fuck? Ja, nog een safety car. Maar dat maakt niet uit, we skippen gewoon lekker door. Dat is de magie van editing natuurlijk. Wel flink versleten banden inmiddels, met nog twee laps racing te gaan. Voor ons, Adam Sanderson, Yours Sincerely en Hoodie Pete. We kwamen niet heel lekker weg, maar dat maakt op zich niet heel veel uit. Hier was het waarschijnlijk toch weer fout gegaan. Adam Sanderson iets langzamer door de bocht dan ik had verwacht. Dus ik dacht, ik wil hem niet nog een keer tikken. Ik probeer wel links te remmen in de hoop dat ik dan achter hem aan kan sluiten daarna. Wat was dat, vriend? Oh, nee. Ja, auw, auw, auw. Auw. Ja, super vervelend. En Adam was er ook zeker niet blij mee. Duncan, man. That was just such a bad move. Als je erop terugkijkt, dan zie je denk ik ook wel heel duidelijk dat ik hem niet echt probeerde te overtaken. Ik wilde gewoon remmen, hem niet raken en daarna achter hem aansluiten. Maar hij maakte een move en de braking en had niet helemaal door dat ik er zat. Kan gebeuren. Ik vond het wel heel vervelend en we zijn ook P13 geëindigd en we hadden nog een hele feature race te gaan. Dus mijn mentality voor hiervoor was echt belabberd. Ik was zo bang om weer zoiets te laten gebeuren, want hij was zo boos op mij. Dus ik ging extreem voorzichtig door turn 1. En dat was ook echt het beste wat ik had kunnen doen. Want kijk deze collision die ik net aan weet te vermijden. Een soort van, in ieder geval zonder damage dacht ik. Maar toen kreeg ik toch nog een redelijk tikje. En ben ik aardig wat posities verloren. En meteen een virtual safety car. Heel veel mensen hadden ook damage door dat incident. Daniel Gilligan ging ook meteen de pit in wanneer hij dat kon. En een lap later zat ik achter B-Roy, die schijnbaar ook damage had. Als ik zo even kijk naar zijn racelijn. Want deze guy is dus oprecht best wel goed. Volgens mij beter dan ik. Maar ja, met damage is het moeilijk om door deze sector te komen. En hij poefde ook gewoon eventjes weg. Dat was zo weird. Ik heb dat nog nooit gezien. En het ging er ook meteen weer een virtual. En de lap daarna een full safety car. Ik weet niet eens wat er is gebeurd. Maar we gingen snel de pit in op de mediums. Want er was nog maar 9 laps te rijden. In de hoop dat we deze race dus uit konden rijden op die mediums. Alle posities die ik won vanaf dat punt waren eigenlijk heel dom. Of iemand was van de baan of iemand moest pitten onder de volgende virtual safety car. En deze was heel ongelukkig, want hier was dus iemand van de baan afgekomen. Waardoor ik dus niet meer op mijn delta lette terwijl de safety car aan het eindigen was. En ik krijg een 20 seconden penalty voor niet houden aan de delta time. 20 seconden! Ja, daar was ik natuurlijk niet blij mee. Maar terecht of onterecht, een penalty kan je niet weg laten halen. Artemis, die ik hier inhaal, was blijkbaar gedisconnect of gedisqualified. Dat was heel random. Want op haar scherm rezen wel mee. Maar ja, we staan P4 daardoor. Komen daarmee ook over de lijn. En tot mijn verbazing ben ik uiteindelijk P6 geëindigd. Wat best wel indrukwekkend is. En tot nu toe mijn beste resultaat. Dan gaan we naar Monaco. En het kutte aan deze race was dat ik niet wist dat we Monaco gingen doen. Het was een mystery Grand Prix. Dus je kon er niet voor oefenen. En dan is het ook nog eens Monaco. Dat is denk ik nog erger dan Baku als het gaat om chaos. Dus ik denk dat je al weet wat eraan zit te komen. Frontwing damage in de eerste bocht.
Nee, niet nu al. Ik pikte alleen iets op dat er een regel was dat je niet in de eerste 4 laps van een race mocht pitten. Dat was dus blijkbaar niet van toepassing in een sprintrace. Maar toen dit incident gebeurde in een van de laatste bochten, dacht ik, misschien is het toch wel heel slim om eventjes de pit... Of niet? Ik dacht dat dat niet mocht. Dus ik wou doorrijden tot en met lap 4. Mijn frontwinger helemaal afrijden en eindelijk de box ingaan. Hier ontstond alleen een hele rare situatie waarbij er dus een safety car was. Maar ik liep zo ver achter en mijn Delta wilde gewoon niet meewerken dat ik niet eens kon aansluiten op de pack. 2 laps later is dat wel gelukt gelukkig. En kunnen we onze eerste echte move gaan doen op Carbon Shadow. Overtaken op Monaco is ontzettend moeilijk. Dus ik was erg trots dat ik deze heb kunnen stikken, net geen track limits pakken, ondanks dat ik wel een 3 seconden al heb gepakt. Monaco overtake, joh, mijn eerste keer, let's go! Dat drukte de pret niet echt, want ik was nog steeds heel erg blij met die overtake. Alleen hier, in de laatste lap van de sprintrace, kwamen we een enorme crash tegen. En ik weet niet hoe ik dit heb overleefd, maar goed, we zijn in de top 10 geëindigd achter Punju. Oh mijn god, P10? No fucking way. Ja, hele goede comeback in de sprint. Maar in de race kan je dus echte punten halen. En deze race was, zal ik heel eerlijk zijn, echt fucking saai. Een van de dingen die wel interessant is, is dat ik Zach RC een klein tikje geef op zijn bips. En dat hij daardoor zijn frontwing kwijtraakt. Ik voelde me daar een beetje schuldig over. En hij gaf ook nog eens de positie weg, omdat hij dus damage had en een time penalty. De volgende lap lag Adam in de muur in de hairpin. En verder waren eigenlijk alle overtakes op de straight als mensen de pit ingingen. Want er waren veel collisions met frontwings. Het laatste was alleen nog de battle hier met mij en Badgerman. Badgerman had 3 seconden penalties. Of volgens mij nu zelfs al 6. En ik nog niet, maar... Hoppa, ik pak nog wel eventjes mijn laatste warning, waardoor ik 3 seconden pak. En daardoor heeft Josh Sincerely een positie op mij gewonnen die achter mij staat. Maar de rest heeft ook allemaal penalties. En wij gaan dus als 7e over de lijn. Dat is jammer. Nee. Oh, bijna P6. Monza was toch best wel een van de saaiste races van het hele seizoen. Het enige wat hier interessant was, was sprintrace lap 4, waar ik... iemand aan de binnenkant heb, dus een klein beetje wijdra. En opeens... Nee. What? Word ik gepunt door Adam Sanderson. Ja, we zijn niet echt vrienden op track. In de feature race hebben we eindelijk een keer P5 kunnen scoren, behalve dat we 8 seconden aan penalties hadden. En dit was echt het punt waarin ik het zat was om penalties te krijgen. Dus dat was ook mijn doel voor Hongarije. En trouwens, over een tussenstand, die had ik graag willen geven, maar die heb ik pas na volgende race. We waren in ieder geval regelmatig tussen de 7e of 8e in het klassement, wat helemaal niet slecht is, boven verwachting in ieder geval. Het doel was om top 5 te halen in het klassement, want dan ga je dus naar playoffs voor de Formule 1. Dat is de hoogste tier in de Creator Series. Er zijn er maar 2. Je hebt F1, waarin je F1 auto's rijdt. En F2, waarin je F2 auto's rijdt. Het is vrij simpel. In deze sprint hebben we eigenlijk voornamelijk posities gewonnen door niet te boksen wanneer andere mensen dat wel hebben gedaan. We hadden namelijk een paar safety cars. Dan hebben we het over track limits. Hier werd ik een klein beetje wijd geduwd door Badgerman. En ik was helemaal niet blij met die warning, maar het maakt op zich niet heel veel uit. Het is de laatste lap, een paar bochten te gaan. We zijn P7, dat betekent in de punten van de sprint. Ja, maar toen kwam er opeens een of andere dive van Daniel Gilligan. Ik zat tussen 2 man in. Nee, wat doe je? Wat doe je? Ja, en ik was totaal niet happy met wat daar gebeurde. P12 over de lijn. En omdat ik ook eerder al zei, ik moet echt op track limits gaan letten, zou je ervan uitgaan dat er waarschijnlijk dan ook niks fout gaat. In ieder geval niks doms. Echt wel. Ja, dit is de track limits. Dit was echt de domste track limits die ik ooit heb gedaan. En dan in de laatste lap zie je dat we eigenlijk er best wel goed voor staan. P10. Maar de mensen voor ons hebben allemaal penalties. Dus als ik deze plek hou en geen track limits pak, dan kan ik makkelijk P7 pakken. Nee! Fuck! Come on, man. Dat heb ik niet gedaan. En zo kom ik uit op P11. En nu is het klaar. Oostenrijk moet het worden. Ik voelde me confident na wat time trial practice. En ik geloofde er oprecht wel in dat ik hier goede resultaten kon scoren. Er deden alleen wat engertjes mee uit de Formule 1. Tia met Marduk ken je misschien. Is een hele grote internationale F1 creator. Die reed onder andere mee. Meraki ook heel snel, ook uit de F1. En zoals je ziet, win ik een positie in de eerste bocht. Omdat het gewoon complete chaos is. Hier zag ik ook al in bocht 3. Dit gaat hem niet worden. Ik hou me lekker in. En dat was de juiste keuze. Want er is weer een enorme collision. Ik ga er rustig omheen. Sluit lekker aan.
En dan komt er een virtual safety car waar wij uiteindelijk P8 mee worden. Dan met een restart van deze virtual safety car zag je Only Vic, die rijdt hier heel langzaam. Blijkbaar was zij gebrakechecked vlak voordat deze safety car restart zou komen. Super vervelend. Ik zit nog wel een soort van naast er, terwijl ik deze laatste sector doorheen ga. Dus ik laat genoeg ruimte erover. Want ik weet ook dat ze niet de allersnelste is en soms nog een beetje moeite heeft met de auto. Maar verder heel erg clean. Dan lap 3. Ook weer een issue in turn 3. Het is echt compleet chaos. Dit blijft eigenlijk de hele tijd terugkomen. En mijn hele doel was hier ook gewoon om gewoon zo clean mogelijk te rijden. Weer focussen op geen penalties, maar ook helemaal geen ruzie zoeken met mensen. Want mensen zochten eigenlijk zelf problemen al op. Er was wel iemand voor mij met damage waarschijnlijk, want die ging de pit in. En je hoeft in een sprintrace helemaal niet te pitten. Vandaar dat je ook net dat clipje zag. Ik haalde iemand in. Alex voor mij. Die ging even wijd. Random. Er gebeurde gewoon helemaal niks. Ik zet hem niet eens onder pressure. Hier maak ik zelf in turn 3 een heel dom foutje. En de mensen die dus heel snel zijn, die in de reverse grid achteraan spawnen of starten, die komen dan inmiddels wel bij je. Dus als je één foutje maakt, dan is het snel klaar. Komen B-Roy en Matty eventjes langs. En die boeken hem vooral er langs. Waardoor ik op P5 kom te staan. Wat nog steeds een all-time high zou zijn voor mij om in te eindigen. Dus ik zat er erg positief in. Wel begon ik alleen iets meer te struggelen op de banden. Vanaf lap 8 al. Dus het was een hele lange sprint voor mij. En toen kwam Punju er nog even langs. Die moest er echt wel langs. Want die was een stuk sneller dan ik. En ik blijf ook volgens mij heel lang achter hem rijden. Zit ik hier under pressure door Rob. Maar je ziet ook wel dat er wat penalties zijn uitgedeeld voor me. Dus ik zag hier nog wel wat potentie in. Ik sta P7. Maar als ik in de range kan blijven van die penalties, dan kan ik natuurlijk naar voren schuiven als ik over de finishlijn ga. Ik kon me wel redelijk aansluiten op deze pack. Hier zien we B-Roy, die een beetje wijd ging. Ik neem aan dat hij ook met zijn tires aan het struggelen was. Dus ik dacht, hey, kleine kans om hier te overtaken. Wel een beetje spannend in deze bocht. En ik stuurde een beetje vroeg in, waardoor we elkaar aanraakten. Niet heel handig. En daardoor heeft hij de positie kunnen houden. Hier werd ik nog overtaken door Tia met Marduk. Maar dit was ook al in de closing stages van de race. Hij had gelukkig ook een penalty. Dus mijn enige objective was om gewoon achter mensen te blijven. En dan binnen hun penalty natuurlijk. Nou, hier zien we dan B-Roy nog wel een beetje glijden. En hebben we alsnog kunnen overtaken. Daardoor kon ik dus ook zien dat Punju ook 5 seconden had. Dus ik voelde me redelijk secure. Zie je mij ook finishen vlak voor B-Roy. En dat voelde erg goed. En dat geeft ons P5 in een sprint. Ons beste resultaat tot nu toe. En met die goede energie wilden we dus ook one-shot quali ingaan. Wat nog steeds een beetje raar is dat je eerst een sprint doet en dan quali en dan een feature race. Ik moet er nog steeds aan wennen. Terwijl het seizoen al voorbij is wanneer ik dit opneem. Maar goed, ging best wel lekker. Eindelijk een quali die niet super slecht ging. En toen werden we dus ongeveer P7, let's go. Maar de regen was in de wets. En er is geen inters op F2. Ik weet niet waarom. Want het was nogal inters weer. En wets zijn natuurlijk niet de beste tires om op te rijden. Maar goed, we moesten erin. En turn 1 extra voorzichtig genomen. Net zoals in de sprint. Ik dacht, ik ga gewoon dezelfde mentality houden. Kijken of we er dan een beetje goed uit kunnen komen. En ja hoor, we staan meteen P5 na de eerste bocht. Maar of je dat vast gaat houden is de grote vraag. Want turn 3 komt eraan. En ja, je weet het uit ervaring denk ik ook al. Dat is niet echt heel prettig. Ik zie B-Roy heel snel hier een soort van diep gaan. Waardoor ik toch voor de zekerheid maar eventjes wijd ben gegaan. Geef dan wel de positie op. Maar in ieder geval garandeert geen schade. Vond ik toch best wel een wijze keuze. Want ik wist echt oprecht niet waar ik naartoe moest gaan. Maar ja, je ziet hier ook al in turn 4 is dit geloof ik. Iedereen struggled op de wet. Ik kon redelijk mijn draai vinden. Maar ik heb het idee dat iedereen het veel zwaarder had dan ik. En dat is een positief teken. Ik dacht, als dit het is, dan moet ik er vast wel in staat zijn om de hele race op een goede pace uit te rijden. En dus ook wel redelijk wat punten te scoren. Wellicht dat track limits wat moeilijker zou gaan. Maar goed, hier voor mij moet je even goed opletten. Raakt B-Roy Devil Noob aan. En moet ik uitwijken. Dat was nogal eng. Een beetje gevaarlijke rejoin al, zeg ik het zelf. Tia met Marduk zag ik aankomen. Dus ik dacht, oh shit, ik blijf links. En daardoor moest Daniel Gilligan flink inhouden. Wat gelukkig geen schade opleverde. Maar het voelde nogal eng om te doen. Vooral omdat ik een beetje in paniek raakte. Maar goed, we zijn alsnog P5. Erg positief. Begin wel echt compleet iedereen kwijt te raken. Maar ja, toen was er een virtual safety car. Dus ik besloot om een beetje af te kijken bij de tegenstanders. Kijken of zij de pit in gaan en dan pit ik wel mee.
Was alleen niet de beste beslissing per se. Want onze teammate, Matty, die is natuurlijk altijd sneller dan ik. En daardoor werd ik flink gehold. Kijk eens hoe lang ik moet wachten voordat ik die pit in mag rijden. En ik was zo bang posities kwijt te raken. Wat uiteindelijk best wel meeviel. Ik kwam eruit als 14e. Niet heel optimaal. Maar tijdens deze safety car hebben nog heel veel mensen lopen pitten. De eerste ronde die ik deed, kwam ik al uit op P8. En de tweede keer dat ik over de main straight ging, toen kwam ik uit op P6. Dus eigenlijk heb ik maar één positie verloren. Wat in mijn hoofd echt een wonder is. Ik snap nog steeds niet helemaal hoe dat is gebeurd. Maar goed, lap 10 zitten we nu in. De safety car restart is geweest. We kwamen niet helemaal lekker weg. We zaten ver achter Daniel Gilligan. Maracki zat achter ons, gelukkig wel met een 5 seconden penalty. Maar ik maak hier een klein foutje door iets hard op de throttle te gaan. Waardoor een Meraki mij kan overtaken. Tenminste, dat denk je. Ja, nee, zeker. Dat lukt heel makkelijk op die straight. Dus wij moeten helaas aansluiten op P7. Dat is natuurlijk niet het gewenste plekje om op te zitten. Maar we hebben eigenlijk nog steeds die net P6 door zijn penalty. Want die krijgt hij natuurlijk wederom niet geremoved. Hij was wel een stuk voor me uitgereden. Maar ondanks dat heeft hij gewoon later nog gepit. Waardoor wij dus weer aan konden sluiten in P5. En de achterkant van Daniel Gilligan's auto was eigenlijk mijn uitzicht voor de laatste paar laps. Terwijl ik op, wat is dat, 74% tire wear. Sorry, ik moest even inzoomen op mijn preview. 74% tire wear is letterlijk het hoogste procent tire wear wat ik ooit in een league race heb gereden. En dan zit je ook nog eens op de wets. Het was niet heel prettig, het was veel sliden. Maar alsnog gewoon wel even die P5 te pakken. Back to back gewoon. Mijn beste resultaat tot nu toe in de hele Creator Series. En ja, dat is maar goed ook dat ik eventjes goed heb onthouden om na deze race wel een screenshot te maken van het scorebord. Ik sta op P6 met 4 punten tekort om naar playoffs te gaan. En mijn concurrenten Badgerman en Hoodie Pete zaten achter mij. Badgerman heeft zich alleen teruggetrokken en Hoodie Pete zat er nog wel in. Portugal heb ik niet geraced, maar ik kan je wel vertellen, fun fact. Zhou Guanyu heeft meegereden in de F2 race en die heeft gewonnen in de sprint. Bahrein was super saai. Het enige wat er is gebeurd was een incidentje in de sprint race. En verder hebben we echt niet heel veel punten gehad in de race. Dus gaan we naar Jeddah, de finale, waar we een fantastische opening hadden in de sprint. We zien hier Carbon vormen. Die kwam niet heel lekker weg. Iemand stond stil en ik moest uitwijken. Kreeg even een tikje op mijn rug en heb meteen frontwing damage en een virtual safety car op lap 1. Moeten we natuurlijk gelijk even wegpitten, want dat mag gewoon in een sprintrace. Alleen we kwamen dus heel ver achter te liggen. Beetje suboptimaal, maar gelukkig kwam er best wel snel een virtual safety car en daarna een full safety car, waardoor we toch weer aan konden sluiten op de pack. Tegen mijn verbazing waren er nog best wel veel mensen gepit, waardoor we dus op P11 zaten bij de safety car restart. Niet heel lekker weg op die safety car restart, maar dat was alleen maar goed. Want ja, collisions elke keer in turn 1. Dat is een terugkomend thema. Hoodie Pete, die hier achter me zit, is mijn grote rivaal om de playoffs te halen. Ik sta als het goed is P7 in de championship. En je moet P5 zijn om de playoffs te halen. En Hoodie Pete staat P6, dus het was echt een strijd tussen mij en hem om nog punten te pakken om naar die playoffs te gaan. Het zag er niet heel goed uit, want ik moest echt veel punten scoren dit weekend. En de pace van ons allebei was erg goed. Hier weet ik niet helemaal wat er gebeurde. Meerdere mensen wilden de pit in, waaronder F1 Alex die hier voor mij rijdt. Maar die dodgde nog net even aan de kant. Ik vermoed omdat zijn teammate ook de pit in ging. Maar het is een sprintrace. Het is lap 8 van de 10. Ik neem aan dat je alleen wil gaan als je damage hebt. Hoodie Pete gaat hier ook wijd omdat hij damage heeft. Volgens mij gaf Hayden Gullis net niet genoeg ruimte. Of was er gewoon in ieder geval een kleine collision. Hier worden we ook gedived door TK. Kleine touchy touch. Omdat ik niet echt het idee had dat ik genoeg ruimte kreeg. Maar weet je, in e-sports of F1 werkt ruimte geven toch altijd net wat anders. In ieder geval, ik kreeg geen track limits. Terwijl we hier worden gedived door Hoodie Pete, die natuurlijk geen frontwing heeft. Lichtelijk unsafe rejoin? I don't know. Ik ken de regels weer ook niet zo goed. Hij joinde wel de racelijn. Maar goed, verder houden we die positie gelukkig wel. Hier ook nog een move op Hayden, die volgens mij ook aan het struggelen was met damage. Dus dat gaf me wel redelijk wat confidence om ervoor te gaan. Ik voelde me wel redelijk snel in de sprint. En ik hoopte dat ook een beetje door te kunnen zetten. Want ja, in de sprint, top 8 krijgt punten. We staan P7, dat zal allemaal lekker meegenomen zijn. Helemaal omdat we voor Hoodie Pete lopen. Die we natuurlijk helemaal willen beaten van iedereen. Maar ja, dan zit je er hier op de straight
lab 9 van de 10 met allemaal mensen achter je. Ik geen DRS, iedereen om mij heen wel. Dus Hayden gaat er makkelijk langs. En achter mij Hoodie Pete en Daniel Gilligan die het 3 wijd maken in turn 1. Wat ik niet door had, dus ik stuurde best wel vroeg in. En ja, dit is een beetje ongelukkig. Ik tikte natuurlijk Hoodie Pete aan. Die was daar helemaal niet blij mee. Maar ja, ik zag Daniel Gilligan helemaal niet. Ik had ook niet verwacht dat ze dat zouden doen, want ze renden allebei super laat. En ik pak die penalty omdat ik de corner cut, want er was geen ruimte. En volgens mij in real life F1 zou je daar niet echt een penalty per se voor krijgen. Maar de game registreert dat natuurlijk heel anders hoe jij penalties krijgt. En ja, hoe verdrietig het ook is, krijg je hem sowieso niet geremoved. Maar niet uit wat ik erover zeg. Dan in de laatste lap hier. Lap 10. Hayden Gullis vlak voor mij. Ik een move gemaakt op Hoodie Pete. Zit nu in ieder geval tweede van deze pack. En klein beetje touchy-touchy. Niet heel clean, weet je. Ik moet ook leren, maar ik gaf heel weinig fucks deze race. Ik wilde gewoon presteren. En ik wilde vooral gewoon punten halen. Ook al maakt het niet meer uit. Ik wilde gewoon voor hen over de lijn komen. En dan word ik hier gesqueezed door Hoodie Pete. Die volgens mij wel een beetje krap zat achter Hayden. Dus ik zie hem door de vingers. Maar op het moment vond ik het echt niet leuk. Want ik had niet het idee dat hij zelf zo weinig ruimte had. Maar ja, ondanks de penalties P12. En tijdens de formation lap van de feature race. Oh. Jongens, hoor je nog gamegeluid? Viel mijn geluid weg. Ik was echt zo pist dat dit gebeurde. Ook op de race start heb ik wel gecommuniceerd aan de andere deelnemers dat ik geen geluid heb. En hopelijk konden ze het fixen. Misschien stonden ze open voor een kleine restart. Maar nee, ik moest de start doen zonder geluid. Ik was zo in paniek. Er gebeurde ook ontzettend veel. Maar tot mijn verbazing, geen damage. Wel natuurlijk een klein beetje touchy-touchy, omdat er 2 mensen blijkbaar links van me zaten. Mijn awareness voor turn 1 in deze race is niet bestaand. En het ergste van alles nog was dat ik verder aan het rijden was in lap 1. En toen crashte mijn game. Ik weet niet waarom dit gebeurt, maar ik heb nu al heel veel zin in de release van F1 24 in de hoop dat dat soort dingen niet gebeuren. Maar ik heb echt een of andere blessing over mijn schouder. Want blijkbaar toen ik was geleefd, of gedisconnect om het zo maar even te zeggen, heb ik mijn game gerestart en kwam er een safety car. Waardoor ik geen positie ben verloren en gewoon nog steeds aangesloten zit op de pack. It's incredible. Ik kan niet geloven dat dit een ding was. Maar goed, we waren wel wat tire percentage kwijt. Volgens mij zaten ze meteen al echt op 8% op alle kanten. Terwijl je dus ja, het grootste deel van de race op safety car hebt gereden. We kwamen heel snel weg, of heel slecht weg, op de safety car restart. Daniel Gilligan had volgens mij hetzelfde probleem. Dat ook zijn game was gecrashed en had iets meer moeite met rejoinen. Dus die konden we wel overtaken, al voelt dat niet helemaal prettig. Maar goed, Hoodie Pete en ik hebben elkaar weer gevonden. Het was weer touchy-touchy. Het was echt niet clean wat we allebei hebben geraced. Ik was in de sprint al heel gefrustreerd met hoe hij raced. En in de feature race dacht ik, weet je wat, ik ga ook gewoon beuken. Want weet je wordt er toch niet heel streng op bestraft. Dus weet je, boeien. Ook al had hij een 3 seconden penalty, dus dat zat hem al heel erg dwars. Dat heeft eigenlijk al zijn race geruineerd, ook zo vroeg. Volgens mij had hij ook damage waar ik niet van op de hoogte was op het moment van de race. Toen ik het terugkeek, toen kwam ik er dus achter dat hij damage had. En dat is niet heel vervelend. Hier hoekte hij ook mijn band, waardoor ik dus niet op hem weg kon komen. Daar was ik heel gefrustreerd over. Dus ik heb mezelf ook lekker gemute. En werden we dus overgenomen door Mikey Slicks. Hier probeerde ik hem ook nog wel even te laten plakken. Maar zij touchy-touchy. En ik hoopte een betere exit te krijgen, maar zo goed ben ik ook weer niet op exits. Wel kon ik bij ze blijven, dat was heel fijn. Ik ging ervan uit dat zij gingen betteren en misschien dat ik dan een overday kon doen. En ja hoor, ponk! Blijft geweldig om terug te zien. Het was wel heel close, want Hoodie Pete was dus niet geghost. En ik ging er echt vlak langs. Maar hierdoor heb ik ze dus wel allebei kunnen pakken. Alleen mijn pace was gewoon in de race niet heel denderend. Dus het was wel heel moeilijk om weg te kunnen komen van hun allebei. Ik wilde vroeg de pits in. Ik dacht ik ga voor een undercut. Misschien dat ik daarmee een voordeel kan slaan. En zoals je ook ziet, er zitten al meerdere mensen in de pit. Wat ik volgens mij nog helemaal niet heb laten zien is hoe lang de pitstops duren. Als je nooit F2 hebt gespeeld, het is echt een groot verschil. Normaal heb je iets van 2 per 2 seconden in online races. Het is hier 4 seconden. En
unlucky me. Meteen een safety car wanneer je de pitstraat uitkomt. Ik weet niet zeker of dit mij nou heel veel tijd heeft gekost. Want ik kwam alsnog de pit uit op P7. Wat echt wonderbaarlijk is. Toevallig had ik dezezelfde dag, letterlijk 2 uur voor deze race, een league race in F1. En toen had ik ook dat ik ging pitten en er meteen een safety car kwam. Dus het was niet helemaal mijn dag. Ik was erg zoutig vandaag. Technisch werkten dingen niet helemaal mee met mijn computer. Vandaar dat ik ook dat een beetje heb geuit in mijn racecraft. Dus als je vindt, Duncan, jij bent ook niet heel clean. Ja, snap ik. Fair enough, weet je. Kan gebeuren. Safety car, de release. Ik kwam niet helemaal lekker weg, want ik wist dat ik JD Devil Noob niet mocht inhalen voor de lijn. Dus ik moest een klein beetje liften. Rechts gebeurt er iets waar ik niet helemaal van weet wat dat nou exact was. Volgens mij was het Jack RC die iemand beukte. volgens mij niet iets waar wij iets aan konden doen. Geloof ik. Maar goed, alsnog P7. Het enige wat waarin dat hielp was dat wij niet overtaken werden. Want iemand kwam er wel heel mooi langs. Hier zitten wij under pressure van Zach RC. En het is ook al bijna het einde van de race. We zitten al inmiddels in lap 12. Er gebeurde niet heel veel. Behalve deze crash. F1 Alex, Hayden Gullis en Adam Sanderson. hadden een collision. Alex ging naar links toe. Waar hij volgens mij niet echt controle over had. En ik vlieg er zo tegenop. Pak daardoor frontwing damage. Niet helemaal happy. Maar alsnog P8. Iets om voor te vechten. Zware understeer. Ik was erg aan het onderschatten hoeveel understeer je hierdoor kreeg. En ik moest er erg aan wennen. En hier zitten we ook side by side met volgens mij Matty, mijn teammate. Die altijd sneller is dan ik. Dus ik dacht ook al van ik moet dit niet te hard willen fighten. En ik laat hem hier ook langs. Omdat, ja, je zag het misschien al. Het werd al heel, heel touchy bijna. Ik understeerde bijna in hem. En dat had zijn race kunnen eindigen. Dus ik dacht ik moet me inhouden. Want anders zit ik echt in de problemen. Dat kunnen we niet hebben. Hier dan ook Hoodie Piet, Matty en Zach. Heel spannend hoe we hier de bocht in gaan. Maar ik weet inmiddels wel een beetje hoeveel ruimte ik moet geven. Ik weet niet of ik genoeg ruimte gaf. Dat was erg close. Maar we zaten ook op de softs vergeleken bij de mediums van Zach. Dus we zouden nu wel iets beter moeten kunnen rijden dan Zach. Al had ik wel heel veel moeite om iedereen bij te houden in die sector. Hier ook geef ik questionable veel ruimte voor Zach. Maar... ja, weet je, hij overtaket me. Dus het zal allemaal wel prima zijn. En dan in de laatste lap gaan we nog eventjes de bocht om. Duift er nog iemand achter ons naar binnen? Nee, zeker niet. We kunnen F1 Scott achter ons houden. Hoodie Pete natuurlijk. 3 seconden penalty voor ons wel is hij geëindigd helaas. Maar die penalty die komt hem duur te staan. En ook een andere 13 seconden penalty als je goed oplet. Waardoor we uiteindelijk P7 komen en toch redelijk wat puntjes pakken. Maar is het genoeg? Nee. We zijn P7 geëindigd. Eigenlijk puur omdat we Portugal niet hebben geraced. Was erg duur. En Bahrein was ook echt een shit weekend voor mij. Maar het was echt super leuk om aan mee te doen. En als jullie meer van dit soort video's over F1 willen zien. Misschien commentaries. Moet je dat zeker even laten weten. Dan bedank je voor het kijken. Like en abonneer voor meer. En dan zie ik je ook bij de volgende video. Peace out.